Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 3 september. Dat betekent dat ik nog 2 dagen heb voordat mijn vriendin jarig is. En ik ga alvast een paar stukjes opnemen. Want het is heel moeilijk om haar te verrassen, want we zijn eigenlijk altijd samen. We vertrekken eigenlijk samen naar werk toe en ik ben altijd later thuis. Dus heb ik eigenlijk geen tijd alleen om even het geheim voor te bereiden. Maar ik heb geluk, iemand heeft afgebeld, dus ik begin iets later dan haar. Dus vandaar ik nu begin. Ten eerste, ze legt elke ochtend alles voor me klaar. Ik laat jullie even een flits zien. Hier zie je de kleding van de dag en mijn sieraden in het potje. En een lunchpakket wordt ook altijd voorbereid. Altijd met een ander toetje. Dit keer zie je, zoals je ziet, spekkoek zit erin. En 3 vitamine C's, vitamine D, hooikoorts en multivitamine. En ook een lekker kopje koffie. En ik heb ook altijd een eiwittenshake. Die gebruik ik als ontbijt, omdat ik heel slecht ben in ontbijten. Heb ik altijd een eiwittenshake. Ze zit al een paar grapjes te maken over, ja, ik wil een ring, en voor de grap. Maar ze is het ook waar natuurlijk, want het gaat niet om dat iemand het vraagt, maar het komt ook van jezelf natuurlijk. Dus heb ik besloten om haar op haar verjaardag, dus in de nacht, te vragen. Maar wel op een hele speciale manier, niet op een normale manier. Ik laat jullie ook even het cadeautje zien. En dit gaat ze allemaal zien in de vlog nadat ik het gegeven heb natuurlijk. Want daarom is het best wel lastig om haar te verrassen. Dus vandaar. Oké, ik heb me even aangekleed. Dit is het outfit van de dag geworden. Blijkbaar dan een trainingspak. Door haar uitgekozen. Het enige wat ik wel zelf moet uitkiezen altijd zijn mijn schoenen. Daar heb ik de Waverunners voor. Dat heb ik van haar gekregen voor mijn verjaardag ook. Dus ja, ze doet heel veel voor me. En ook, by the way, we hebben een nieuwe tafel. Ik laat jullie die ook even zien. Want in de vorige vlog had ik een ronde tafel. Vond ik ook leuk. Nu hebben we een wat grotere eettafel. En dit is de tafel geworden. Het past heel mooi bij het interieur. Ook al zeg ik het zelf. De ronde tafel die stond dus daar. Maar nu, doordat deze in deze hoek staat, vind ik dat de woonkamer er veel ruimer uitziet. En plus, vanaf deze kant kun je ook heel relaxed tv kijken, dus dat vind ik ook wel fijn. En nu ga ik jullie even het cadeautje laten zien, want daar gaat het uiteindelijk om. Ik heb zelf een wit-gouden Cartier-ring van de Love Editie, zeg maar, de Love Ring van Cartier. En ik heb dus een soortgelijk voor haar gehaald, omdat het dan matcht met de mijne. En dat vond ik zelf wel mooi. Ik ben niet iemand van veel sieraden, dus vandaar. En bij een Cartier-ring krijg je dus een certificaat. En dit is het certificaat van haar ring. En hier is de ring. Zoals ik zei, een wit-gouden love ring van Cartier. De code en alles staat er ook in. Maar dat kan je nu een beetje moeilijk zien, denk ik. Maar het staat erin. Yes, ik hoop dat ze er heel blij mee is. Het zal vast wel. En zoals jullie zien, matcht het mooi met de mijne. Dus dat is het cadeau. Dat was het. En ik had dus nog, hoe ga ik het aan haar geven? Had ik nog iets leuks op bedacht. En dat ga ik jullie ook even laten zien. Dat heb ik in de logeerkamer bewaard. We zijn laatst aan de toko geweest samen, maar ik heb het wel apart afgerekend, zodat ze het niet heeft kunnen zien. Dat zijn de gelukskoekjes. Dus mijn idee was om het in een gelukskoekje te doen. En dan met zo'n, gelukskoekjes hebben natuurlijk zo'n strookje erin. En dus die strook, dat gaat er dan, ga ik nog zelf laten zelf maken met mijn eigen tekst. En op het strookje komt natuurlijk ik moet nog even een leuke tekst spreken van wil je met me trouwen of zoiets. Iets in ieder geval om het officieel te maken. En dat ga ik in een
denk ik gewoon in een schaal. We eten vaak gewoon popcorn in het weekend in bed en zo. Ik heb zaterdag ook vrijgenomen, speciaal voor haar. En dan ga ik in de bak met popcorn ook zo'n koekje in doen. Dus. En dan zit de ring daarin. Met dan het briefje eromheen. Die normaal dus ook in de gelukskoekje zit. Maar dan om de ring heen. En dan, dat ga ik dan proberen om dan de camera neer te zetten. Ergens waar ze het niet ziet. En hopelijk wordt het dan een leuke verrassing. Ze heeft in ieder geval geen idee wat het gaat worden. En het was ook heel moeilijk om dit op te nemen. Dus ik ben heel blij dat het een uurtje uitviel. Zodat ik even de tijd had om dit met jullie te delen. Want ik kom natuurlijk weer 9 uur thuis vanavond. Dan is ze er al. Ja, het is heel moeilijk om geheimen te houden als je zo vaak met elkaar bent. En leuke geheimen zijn wel goede geheimen. En ik ben net thuis aangekomen. Het is nu rond 9:15. Mijn broer is gekomen om me te helpen. En zoals je ziet heeft hij ook dat strookje voor mij uitgeprint. Dat moeten we nog even uit gaan knippen. En nu gaan we even de koekjes bekijken. En spannend kijken allemaal. Ben benieuwd of het allemaal wel past. Of moet ik cadeautje gaan pakken. Het wordt niet echt. Het gaat om de boodschap. En het antwoord. En kijk hoe lief ze is. Ze heeft zelfs eten voor mij klaargemaakt. Althans, want ze wist niet dat mijn broer kwam. Maar er was genoeg eten. Dus heb ik ook een Porsche voor mijn broer kunnen fixen. Dus toch gezellig met z'n tweeën. De ring ligt al op tafel. We zijn bezig. Druk bezig om strookjes te proppen, te puzzelen met de ring. Alle koekjes zijn nu uitgepakt zoals je ziet. En we doen ons best, blijven puzzelen. Sommigen hebben, en zoals je ziet, past het niet helemaal lekker erin. Het steekt zo wat uit, dus ja, het is nog niet helemaal wat het moet zijn. En zoals je ziet is het niet gelukt helaas. We gaan even kijken. We hebben heel veel lopen zagen en snijden, maar je ziet het blijft zichtbaar en ja, het is nog niet. Ik ben niet helemaal tevreden met de uitkomst. Maar we hebben een alternatief bedacht en dat zijn de koekjes uit Sardinië. Die hebben haar ouders laatst meegenomen uit Sardinië en dat vindt zij ook altijd lekker. Dus gaan we dat gebruiken. Dus het zijn de Sardijnse koekjes geworden. Het is uitgehold en hij wordt heel erg. Het is een beetje precisiewerk zoals je ziet, puzzelwerk. Zodat het koekje weer mooi aan kan sluiten. Ik ben heel tevreden met het resultaat en vooral met de hulp van mijn broer. Heel erg dankbaar dat hij op deze late avond nog even is gekomen. Dus ja, om het toch een beetje een hele leuke verrassing te maken, heb ik dus besloten om het zo normaal mogelijk te laten uitzien. Ja, een beetje kaarsjes aan en zo voor de verjaardag uiteraard, wel leuk. En die koekjes. En voor de rest moet ik nog even een plekje zoeken voor de camera, zodat het niet opvalt. En dan gaan we gewoon een koffie en een theetje doen. En dan gaan we even de koekjes eten en dan hopelijk kan ik de camera ergens neerzetten dat het niet opvalt. Doordat de camera verstopt stond, heb ik helaas heel slecht geluid bij dit beeldmateriaal. Maar ik ga jullie stap voor stap vertellen hoe het ging. Er werd aangebeld, ze kwam thuis. Ze was bij haar zus geweest. En ik vraag hoe het was bij haar zus. En langzamerhand loop ik een beetje zenuwachtig rond, zoals jullie zien. En daarna probeer ik iets te verzinnen. Ik denk, nou, moet je thee? En zoals altijd zegt zij, ja, kies jij maar een smaakje uit. Dus ik zit daar te kijken, oké. Ik denk, hoe ga ik dit aanpakken? Dat gaat door mijn hoofd de hele tijd, hoe en hoe. Uiteindelijk hebben we besloten, heb ik het thee aangezet. Ik denk, nou, bij thee en koffie, want ik drink altijd een koffie in de avond, daar hoort een koekje bij. Dus dat was de achterlichtende gedachte hierbij. Dus ik dacht, we gaan hier zitten. Maar wij zitten nooit zo aan de tafel. Dus het was een beetje vreemd allemaal. En ik zie aan haar hele houding dat zij het ook een beetje vreemd vindt. Dus ik vraag, hey, wil je een koekje? Zij zegt, nee hoor, ik zit vol. Ik denk, meen je niet, hoe gaan we dit nou doen? Dus ik zeg zo van, maar stel je zou een koekje moeten kiezen. Welke zou je kiezen? Zij zegt, geen idee. Je zal het niet geloven. Kies zij precies degene waar het in zat. Ik dacht, dit gaat nergens heen, want ze wou nog steeds geen koekje. Maar ja, uiteindelijk heb ik er zover gekregen om toch eentje te kiezen van stel dat je toch een koekje zou kiezen. Welke zou je kiezen? Nou, het is een beetje een lange keuze zoals jullie zien. Ze snapte er geen reet van volgens mij.
Uiteindelijk heeft ze het koekje gekozen en ze had precies de juiste gekozen. Eerst ging ze nog kijken. En ja hoor, het antwoord was ja, zoals jullie zien. Dat hoor je niet, maar aan de knuffel en aan de tranen, het waren tranen van blijdschap volgens mij hoor. Dus daar zijn we dan, blij en verloofd. Mijn ouders nog even bellen. En nu gaan wij de bruiloft plannen. Na de corona, of gaan we meneer Grappenhout vragen of het man is.